Niels. Hoi, goedemiddag. Hoi, welkom. Fijn dat je er bent. Ik ga de kijkers vandaag meenemen in een kijkje in jullie keuken. En we gaan daarom niet door de voordeur, maar door de achterdeur. Oh. En ik heb een oefenkist bij me. Wil je mij helpen? Ik ga je heel graag helpen. Hans, kan jij een beetje vertellen aan de kijkers wat jouw functie hier is bij dit crematorium? Mijn functie is officieel ovenist. Dat is de term. Sommigen noemen het cremateur. En wat wij doen eigenlijk heel veel dingen achter de schermen. Zoals nu, we hebben nu de overleden in de kist uitgedragen. En dan gaan we dus de controles doen. We krijgen 3 aantal papieren. De aanname, verlof en de kistregistratie. Dat moet gewoon goed zijn. Ja, maar dat begrijp ik ook wel. Trouwens, een hele andere vraag. Heb je daar een speciale opleiding voor moeten doen als ovenist? Ja, zeker. De calamiteitentraining doen wij. Maar er is een opleiding voor en dat is de facultatieve. Dat is die komen uit Den Haag, maar die zitten wereldwijd. Dat zijn de suppliers van de ovens. Die ovens worden gebouwd in Engeland en wij krijgen training voor van hun. Je praat dus eigenlijk wel over vakmanschap, dus we zijn hier wel op het juiste adres. Wat dat zeer zeker betreft. Nu neem ik jullie mee naar de aula van het crematorium, want dan laten wij de roeting zien als de ceremonie is afgelopen, hoe de roeting is naar de oven. En bij de oven aangekomen, dan ga ik allemaal vragen stellen aan Hans, waar hij hopelijk antwoord op heeft. Gaan jullie mee? We zullen eerst het protocol van de oven met Hans bespreken. En daarna gaan we alle vragen die de cliënten aan mij hebben gesteld, om te kijken of we die kunnen beantwoorden. Wat is nou zo belangrijk aan de oven? Waar moet je op letten? Een bepaalde vereiste qua basistemperatuur als een standaard invoer. Want er zijn ook invoer met grotere mensen en dan heb je weer een andere invoertemperatuur. Dus, dus het lichaamsgewicht heeft alles te maken met de duur van de crematie. Ook, maar... Mocht het zo zijn dat we spreken over een zware persoon, dan is het weer anders. Dan gaat de temperatuur wat lager, gaat het rustiger. Maar is er een bepaald temperatuur wat die minimaal moet zijn? Dat is 800 graden. 800 graden minimaal. Ja. En dan gelang de gewicht gaat de temperatuur omhoog? Ja, klopt. Want je moet het eigenlijk zien, een kist is brandstof, maar een persoon is ook brandstof. En wat mag nou echt niet mee de oven in? Nou, heel goed dat je dat vraagt. Eigenlijk mag er best wel veel mee in de oven. Het enige wat wij niet willen is glas. En waarvoor willen wij geen glas erin hebben? Glas heeft een andere smelttemperatuur. Wij gaan tot een graad of 1000 graden, dat is het maximum. 1100 hooguit. Maar glas heeft een smeltpunt van 1400. Wat is een gemiddelde tijdsduur dat de oven nodig heeft? Wij spreken meestal over een gemiddelde van 1,5 uur. Hoe komen we daarna aan? De ene persoon is lichter en zwaarder dan de andere. Even een voorbeeld van mij. Ik heb meer dan 10.000 crematies gedaan. Ik weet uit ervaring dat ik zal 2 uur duren en iemand anders. En ik? Jij bijvoorbeeld 70 minuten ongeveer. 70 minuten. En daarvoor komen we op een gemiddelde uit van 1,5 uur. Je moet met alle respect een oudere vrouw. Want wat is nou daadwerkelijk overgebleven van een crematie? Is de skelet, want dat is bot en dat is kalk. Dus als er een oudere vrouw is van 95, is onderhevig aan bot omkalken. Dus dan heb je ook minder as, zeg maar, en ook een lagere verbrandingstijd nodig. En dan komen we zo langzamerhand bij al die geheimzinnige vraagjes, hè? Want word je nou alleen verbrand of ga je met heel veel mensen de oven in? Ja, die vraag krijg ik heel veel. U ziet al hier de oven. We hebben namelijk 2 ovens. We staan hier nu voor de grootste oven die er op de markt is voor de crematie. Want ik hoor wel eens op verjaardagen dat ze met 2 of 3 tegelijk. Het gaat niet, want deze arm duwt de kist in de oven en dat kan maar eenmalig. En dat duurt maar 15 seconden. Maar het heeft toch ook een klein beetje wel met piëteit te maken? Je wordt toch gewoon alleen gecremeerd? Dat is toch voor jou alleen? Dat sowieso, maar eventjes voor de bakenpraatjes. Uit de wereld te helpen? Uit de wereld te helpen, fysiek niet gaat. Maar ik wilde wel bezeggen,
Een paar weken geleden hadden we wel man en vrouw, ja. Die waren euthanasie. Ja. En die hadden de bewuste wens samen. Ja. En dat doen jullie dan wel? Dan gelijk, maar dan kan het ook niet. Want dan gaat eerst, de vrouw ging in deze oven, ja. En de man in deze oven. Oh, nou maar goed, duidelijk dat je dit zegt, dat het ja. Dan toch separaat gaat. Dan heb ik nog een vraag. Wat ook altijd een gesprek is tijdens de borrel. Wat gebeurt er met je goud in je mond? Waar blijft je goud? Ja, dat is een hele goede vraag. Wat gebeurt er dan? Wanneer smelt goud? Ook dat hoor ik op verjaardag. Dat is het eerste wat ik hoor. Wat doen ze met de gouden horloges en de gouden kettingen en de gouden kiezen? Nou, dan zeg ik de gouden horloges en de gouden kettingen en de armbanden. Voordat de kist wordt gesloten, dan wordt deze er al afgehaald. Als we over iets gouds spreken, dan is het waarschijnlijk meestal de gouden tanden. Dat zijn hele kleine dingetjes. Soms zien we het wel, soms zien we het niet. Maar dat laat ik straks wel even zien. Maar ja, stel je nou voor dat de familie zegt nee, ik wil dat mijn moeder graag een trouwring omhoudt en een gouden oorbellen. Ja. Is het dan zo weinig dat je het niet terugziet meer? Het is natuurlijk, het wordt ook verblakerd, zeg maar. Het krijgt een andere kleur. Hoe doen wij dat? Ik zie het niet altijd. Als wij de as gaan kijken, want wij moeten kijken in de as. Want heel veel, het as wordt vermalen. Waarom wordt het vermalen? Omdat heel veel mensen willen verstrooien of in een sieraad of in een urn. Ja. Dus daarom gaan we vermalen. Voordat we gaan vermalen, dan ga ik eerst kijken in het as waar ben ik dan naar op zoek. Naar kunstheupen en kunstknieën. Die kunstheupen en die kunstknieën die moet ik eruit halen. Waarom? Anders dan gaat die vermalen stuk, de cremelator stuk, maar tweeledig. Het gaat ook naar goede doelen. En dat ga ik uitleggen hoe dat. En wat gaat naar goede doelen? De kunstheupen. De kunstheupen. De kunstknieën. Ja. En ook de tanden gaat eventueel. En heeft jullie crematorium een bepaald goed doel waar alles naartoe gaat? Nee, dat gaat naar Dr. Van Jan Fonds. Die beheert dat. Dat is onder de vleugels van de LVC. Dat is de Landelijke Vereniging voor Crematoria. Daar kan een aanvraag aan ingediend worden. Dat is allemaal voor goede doelen. Ik heb daar ook achter, zal ik u straks laten zien waar het naartoe gaat. Krijgen we maandelijks een uitdraai. Dus jullie verzamelen alles. Het gaat die juist. En dan krijg je. En om daar terug te komen over die gouden kiezen en gouden ringen eventueel wat u zegt. Dan gaan we kijken in het as en dan heb ik een magneet. En alles wat aan het magneet blijft zitten, dat is oud ijzer. Wat blijft liggen is edelmetaal. En dat gaat allemaal in één bak, dat wordt uitgezocht. Er is een speciaal bedrijf voor, dat is het bedrijf Orthometals. Die zoeken dat uit en die gaan de kunstheupen en de kunstknieën, die worden onherkenbaar teruggesmolten als voor de vliegtuigindustrie en de auto-industrie, omdat het van overleden is onherkenbaar teruggesmolten. De tandengoud, eventueel edelmetaal, alles wordt gesplitst. En dan komen we op een jaarbasis. Wat denk je aan geld wat er dan wordt gegenereerd? Wat zou je denken? Wat zou ik denken? Een heel Nederland? Ja, aan tandengoud? 104 crematoria's doen eraan mee. Een kleine 500.000 euro? Nee. Van 104 crematoria's wordt er jaarlijks gemiddeld tussen de 3 en 4 miljoen euro naar binnen gehaald. Dat is geld. Ja, Hans, ik was even bijna vergeten. Heb jij zo'n steentje bij je, zodat we kunnen laten zien hoe zo'n identiteitssteen daaruit ziet als je gecremeerd wordt? Ja, klopt. Wij hebben een identiteitssteentje en dat gaan we altijd op de kist plaatsen. Dit is ook herkenbaar. Bij ons is ook het logootje van de crematorium Duin en Bollestreek. Ieder crematorium heeft zo zijn eigen logo en dit is onze logo van ons. En er staat een nummer op. In dit geval is dat 00001. Dat is de eerste steen voor ons, die hebben we bewust bewaard, dus het is niet van iemand anders geweest. Die gaan we op de kist plaatsen. En als het proces, als wij gaan invoeren zoals dat heet, dan gaat het ook mee in de oven. Als het proces klaar is, dan gaan wij de oven schoonvegen. En dan weten wij, maar voornamelijk ook de familie, dat er geen asverwisseling kan plaatsvinden. Want dat nummer hoort bij dat as en dat is van die persoon. En dat komt omdat de steen is niet verbrandbaar. Nee. Dus die blijft zoals die is. Ik wil heel erg graag een kijkje nemen in de oven. Hoe dat eruit ziet van binnen. Ja. Zullen we dat doen? Ja. Bij ons is het zo ongeveer 50% gaat mee. Familie gaat mee en dat willen ze meegaan tot het laatst. En dat leg ik dan ook uit. Wat mensen kunnen zien en verwachten, maar
uiteindelijk, als mensen zijn meegegaan, dan zijn ze achteraf heel erg blij, want ze hebben het gezien en er is berusting en ze zijn vol trots dat ze als laatste bij hun dierbaren zijn gebleven. Hans, hoe ziet de binnenkant eruit? Ik zal het eventjes laten zien. Dan ga ik eventjes een stukje opzij, want het is wel warm. Hier ziet u de binnenkant van de oven. En u ziet het al, als op het moment als wij gaan invoeren waar familie bij is en een kist met een overledene, dan wij stoken van tevoren de oven heet. Dus op het moment als de oven er open gaat, dan gaat de oven er open. Dan duwt een arm duwt de kist in de oven en dan gaat de ovendeur dicht. Dat duurt niet langer dan 15 seconden. Dus op het moment als mensen denken veel vlammen te zien, is het niet zo. Op het moment als de ovendeur dicht is, dan zijn daadwerkelijk de grote vlammen. En Hans, waarom mag die niet nog helemaal omhoog? Nu kan het eventjes niet, omdat die in gebruik is, zeg maar. Maar als, mensen meegaan met de invoer, hè, dan moet die natuurlijk helemaal open. Dus als hij afgekoeld is, dan mag die helemaal open? Dan mag die helemaal open, ja. Ik zal eens wat uitleggen over de stenen. Want eigenlijk zit de hele, dat is lavasteen, dat komt uit een gebergte uit India. Ze kunnen heel goed de warmte vasthouden, dat is ook belangrijk voor de goede verbranding. Maar wat ook belangrijk is, ze kunnen goed uitzetten en krimpen. En Hans, ik heb nog een vraag, hè? Want we staan hier nu voor de oven, maar je kan niet met je eigen handen de kist zo naar binnen schuiven. Daar heb je dat grote apparaat voor. Ja, dat gaat allemaal via, wij geven een signaal achter met de computer. En dat gaat dan via een hydrauliek, zeg maar. En dat is een duwarm, die duwt de kist in de oven. En wij doen het wel altijd met z'n tweeën. Ik heb nog... En dat is ter controle voor elkaar, dat het allemaal volgens het perfecte protocol gaat. Ja, check, check, dubbel check. Heel goed, fijn om dit te horen. Alles wordt dubbel gecheckt. Of er geen fouten gemaakt worden, of misschien moet er soms assistentie verleend worden. Familie is welkom hier. Het is hier perfect geregeld. Zoals je ziet, word je eerst met de schraper alles helemaal naar buiten gebracht. In een bak kom je dan terecht, alle overblijfsels. En daarna nog met een ijzeren bezem, tot aan de kleine beetjes in de oven in één bak terecht komt. En dan later laat ik jullie zien dat het naar een cremulator gaat. We hebben zojuist gezien dat de restanten van het lichaam van de oven in een bak gaan naar de cremulator. Dat is het kleine ding waar jij net zojuist geweest bent. Daar worden namelijk alle benen die nog niet helemaal verpulverd zijn, maar die worden gedraaid en gerold en dan wordt het tot een egale massa gemaakt. En die komt dan uit de cremulator terecht in deze asbus met de juiste identiteitssteen. En die mag dan hier zomaar verblijven. Zeker een half jaar, maar wettelijk verplicht een maand. Maar waarom een maand? Een maand, dat is, heeft de officier van justitie bepaald in heel Nederland voor ieder crematoria in geval van eventueel criminaliteit. Stel dat de man zijn vrouw heeft vergiftigd of andersom, kunnen ze alsnog sporen vinden in het as. Maar mocht de familie zeggen van goh, ik wil toch volgende dag mijn dierbare thuis hebben, dan kan dat. Dan kunnen wij weer toestemming vragen aan de officier van justitie. Ik zie toevallig hè, hier wat restanten van heupen en pacemakers die dan toch, die heupen daar kun je niks aan doen, die gaan mee. Maar de pacemaker die echt niet mee mag, dat is echt voor de uitvaartondernemer heel belangrijk om aan te geven dat dat niet mee mag en dat eruit moet. Hans, ik vond het geweldig dat je mij hebt begeleid hier. Zo heb ik wat vragen kunnen beantwoorden van mensen om mij heen en mijn cliënten. Ik zie jou gauw en dan drinken we een kop koffie. Nou, dankjewel. Lieve mensen, dit was het weer bij dit crematorium. Wat waren ze hier toch gastvrij en vriendelijk dat ze ons alles hebben kunnen laten zien. En ik hoop dat we alle vragen hebben kunnen beantwoorden en alle geheimpjes, dat jullie dachten dat geheimpjes waren, dat die zijn opgehelderd. En volgende keer gaan we naar staatsvervoer. En laten we alles zien over auto's. Bye!